Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus, wederom belangrijke besluiten genomen tijdens RRV, kwestie achterstanden onderwijs en voortgang grondconversie besproken bij persconferentie en vierde editie Nationaal Compliance Congres van start. Tijdens de regeringsraadvergadering op woensdag 19 juni 2024 heeft de regering onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi enkele belangrijke besluiten genomen. Deze omvatten investeringen in de gezondheidszorg, de overgang van normale paspoorten naar e-paspoorten, het verlenen van grondconversie aan 325 belanghebbenden en het aanpakken van uitdagingen op het gebied van personeelsbeleid. Er heerst veel ontevredenheid onder onze ambtenaren met betrekking tot bevorderingen, overplaatsingen en vaste aanstellingen. De mogelijkheid moet bekeken worden om het systeem te digitaliseren voor een efficiënt en transparant aanpakken van het personeelsbeleid, zegt de president. De afdeling Algemeen Personeelsbeleid zal de voorstellen van de regeringsleider meenemen voor het efficiënt en transparant afhandelen van haar werkzaamheden. Verder zegt het staatshoofd dat het bevorderen van de verdiensten in de gezondheidssector een hoge prioriteit heeft. In dat kader heeft de regering de aanschaf van medische apparatuur goedgekeurd voor de afdelingen medisch-microbiologisch lab, moeder- en kindzorg in 's Lands Hospitaal, pathologisch anatomisch laboratorium in het academisch ziekenhuis Paramaribo, spoedeisende hulp in het academisch ziekenhuis Paramaribo en urologie in het academisch ziekenhuis Paramaribo. Tevens zijn er vorderingen gemaakt voor visumvrij reizen naar het buitenland. Het overstappen van normale paspoorten naar e-paspoorten is een van de besluiten die genomen zijn, hetgeen een voorwaarde is van enkele landen voor visumvrij reizen. Ten slotte is door de regering goedgekeurd dat 325 personen hun grondhuur- of erfpachtperceel tot een maximale grootte van 2500 vierkante meter kunnen converteren tot eigendom. In oktober 2023 heeft de regering middels een staatsbesluit grondconversie de mogelijkheid geboden aan burgers om hun grondhuur- of erfpachtperceel te converteren tot eigendom. Tijdens de persconferentie na de regeringsraadvergadering op woensdag 19 juni is door minister Henry Ory van het OWC aangegeven dat er voorstellen op tafel liggen om de achterstanden op verschillende onderwijsniveaus weg te werken. Extra lessen, begeleiding en middagschool kunnen helpen dit probleem op te lossen. Ook de kwestie van de voortgang van grondconversie kwam aan de orde. Minister Stanley Raghubar Singh geeft hierover nader uitleg. Wij voeren u terug naar dit persmoment. Dat zit ook met het doorstromingsbeleid van de afgelopen 2 jaar, wat dus een aantal situaties heeft opgeleverd voor kinderen, aantal vaardigheden, basisvaardigheden, onvoldoende beheersen rond rekenen, lezen, schrijven. En we gaan nu proberen de komende maanden een aantal scholen de mogelijkheid te bieden om extra lessen te volgen en begeleiding te geven om studenten zoveel mogelijk leerlingen de mogelijkheid te geven om een stukje achterstallig
onderhoud te plegen met hun kennis en dat ze meer kunnen oefenen. We gaan ook proberen wat herkansingsvoorstellen te doen, zodat een aantal studenten, ondanks misschien een paar lage prestaties, een extra kans zullen krijgen om te herkansen. Dat is belangrijk om te weten. We gaan dus ook in richting de vakantie wat extra scholing inzetten, zodat leerkrachten en leerlingen uit bepaalde buurten, we gaan eens flink wat experimenten opzetten in een aantal buurten waar heel veel kinderen zijn, waarbij we geïntegreerd gaan proberen ook achterstandssituaties in te halen. Daarna komt er januari volgend jaar een heel gestructureerde aanpak, waarbij we ook steun krijgen van vrienden uit de diaspora om veel gestructureerder aantal scholen, andere scholen die dus niet in aanmerking komen voor de eerste fase, nog eens flink institutionaliserende middagschool, waarbij we zeker van 1 tot 3 de mogelijkheid zullen bieden om kinderen extra lessen te geven in taal, rekenen en een aantal creatieve vakken voor talentontwikkeling in de middag. Nou, wat betreft de extra lessen hebben we voornamelijk te maken met leerachterstanden. Het is noodzakelijk het in te zetten. De peilingtoetsen hebben indicaties gegeven dat we inderdaad ons achterstanden stevig hebben in talen, rekenen, lezen, zijn basisvaardigheden. En het team gaat nu bezig gaan met leerkrachten en leerlingen en ouders waarvan een afstemming gaat plaatsvinden om extra lessen te volgen. Het is op vrijwillige basis, wie niet wil, moet maar zelf weten. We gaan niet mensen dwingen, maar het gaat erom, dit experiment wordt stevig opgepakt in zeker de buurten waar het zeker nodig is. We hebben zeker een aantal buurten geïdentificeerd en scholen die in de pilot gaan meedoen. Vrijdag aanstaande is er een speciale persconferentie bij onderwijs gepland met directeur Poese van Algemeen Vormend Onderwijs. Daar wilt u de details ook horen. Ik dacht dat u uitgenodigd was, als het goed is. Dan kunt u alle vragen rondom deze zaak opstellen. We moeten nu een beetje wat extra buitenculturaire, zoals het mooi noemt, activiteiten gaan plegen om de onacceptabele achterstanden die er zijn, leerachterstanden, op te pakken. En daar kan niemand tegen zijn. Onderontwikkeling is een keuze. Als ouders en leerkrachten vinden dat ze niet aan meewerken, moeten ze dat vooral doen. Maar ik denk er zijn genoeg leerkrachten, ouders, verantwoordelijke mensen die deze mogelijkheden van het ministerie die we gaan creëren op gaan pakken. De vergelijking met naschoolse omvang gaat hier mank, omdat het niks helemaal niet erop lijkt. We gaan hier in dit geval praten over extra lessen die ingezet worden door een gemotiveerde groep van leerkrachten die we zeker hebben nog in het land. En de mensen moeten dat toch vrijwilligen. Wilt u uw kind niet naar de ding sturen, de mogelijkheden die wij creëren voor de extra cursussen en begeleiders, is uw keuze. En als leerkrachten niet willen meewerken, ik ga u vertellen, er zijn genoeg leerkrachten die wel gaan meewerken. En dus ik vind het gaat mank, de naschoolse opvang in de tijd door de vorige regering opgepakt, dat is gewoon een brute Njampatumoni geweest, waarvan we de effecten nog steeds niet kunnen inschatten, meer dan 90 miljoen schade. En we hebben nog steeds onderzoeken lopen, schrik niet bij de klat. Maar wij hebben zeker geleerd van dat soort zaken. Het gaat niet op dat een dergelijke schaal plaatsvinden. Er zijn inderdaad nu een aantal voorstellen om vooral na januari veel steviger te kijken naar die middagschool, die ook een vrijwillige basis zal hebben. Maar wij gaan alles aan doen vanuit het ministerie om onze leerlingen extra mogelijkheden te bieden om achterstanden die door allerlei oorzaken zijn ontstaan in het systeem mogelijkheden te laten krijgen en ondersteunen om hun achterstanden op te pakken. Het verhaal van die leerkrachten, nogmaals, een aantal van ze worden betaald. Ik heb geen enkele week over zaken dat ze nog niet betaald zijn. Wij betalen flink. Onze minister zit naast mij, zal het ook zeggen wat hij allemaal merkt. We hebben altijd een aantal gevallen waarvan de hele administratie gewoon niet klopt. De grondslagen niet kloppen, daar worden grondig opgepakt en de mensen weten wat er aan de hand is. Wat betreft de aanstellingen, wij hebben continu aanstellingen op het ministerie. Het is een dynamisch verhaal, mensen komen, mensen gaan, part-timers komen, gaan. We hebben continu aanstellingen, procedures.
Wij doen het voorwerk met de administratieve procedures. Vervolgens gaat het naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. En Binnenlandse Zaken bereidt een aantal stukken voor. En die dingen moeten worden ondertekend. Onderliggende stukken moeten worden bijgevoerd. En dat duurt een tijdje. Uiteindelijk, als alles afgerond is, komt het in het betalingssysteem van Sibuma. En dan vinden de betalingen plaats. Als minister heb ik dus één deel van mijn werk, is voorbereiden van stukken. En dat stukken in het circuit zitten en komen en gaan, dat zijn zaken die je niet in de hand hebt. En als ik het kon beïnvloeden, had ik het per direct gedaan. Ik ben ook de mening toegedaan dat dat sneller kan gaan, maar het is nou zoals het is. En wij praten continu met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vandaag hebben we nog een element in de ministerraad, de regeringsraad, nog over gesproken. We doen wat we kunnen. Nogmaals, het systeem is zoals het is. Wij proberen ons best te doen om meer automatiseringstool in te zetten, zodat die doorlooptijden verkleind worden en dat we in staat zijn om sneller de leerkrachten te bedienen. Ik ben ook de mening toegedaan dat het snel moet en kan, maar je komt het aantreffen. We doen het best om procedures op te pakken. Wat ik weet van mijn algemene dienst, APA, dat heeft te maken met algemene personeelszaken aan de Herenstraat, dat er enorme achterstanden zijn verwerkt. We hebben intussen de 6.000 en 7.000 zaken afgelopen jaar teruggebracht naar proporties. Als er nog gratificaties zijn, benoemingen, beschikkingen, ook met medewerking van Binnenlandse Zaken. Maar we hebben een bestand van bijkans 13.000 leerkrachten. En mutaties die constant plaatsvinden en je gaat constant bezig zijn. Maar het moet goed georganiseerd worden. Ons decentrale personeelsbeleid, de Herenstraat, het hele apparaat dat daar zit met mensen, is continu bezig in samenhang met de centrale registratie van personeel bij Binnenlandse Zaken om zaken op te lossen. Op de eerste plaats is zoals we gewend zijn geraakt, is op de regeringsraadsvergadering een melding gemaakt van de aantallen van grondconversie. Mensen wennen eraan, steeds meer mensen maken er gebruik van. We zien ook dat steeds meer mensen daar gebruik maken van ICT en van automatisering om het makkelijk gedaan te krijgen. Waar er een stuk onbekendheid was en misschien ook argwaan van houden ze ons niet voor de gek, zie je dat langzaam maar zeker dat elke RV-regeringsvergadering dat er melding gemaakt wordt van goede voortgang, mensen die tevreden zijn over wat hier aan voorzieningen zijn getroffen en er ook goed gebruik van maken. En dat gaat hun helpen om in hun leven een stukje stabiliteit en stevigheid en ook vermogen op te bouwen. Een tweede hoofdlijn van de besluiten die genomen zijn, die hebben te maken met wat voorzieningen voor enkele korpsen in het land. Ik denk dat het geen zin heeft dat ik die in detail hier ga bespreken, maar daar zijn dus in de arbeidsvoorwaarden voor enkele korpsen zijn besluiten genomen in gunstige zin. En die korpsen die zullen dat de komende tijd ook wel merken. De derde hoofdlijn is dat er voor de gezondheidszorg wat belangrijke besluiten genomen zijn. En die hebben te maken met één apparatuur voor het medisch microbiologisch lab van het academisch ziekenhuis. Twee, voor moeder- en kindzorg ook apparatuur voor het Slams Hospitaal. Apparatuur voor het pathologisch anatomisch lab van het AZP. De vierde, angioapparatuur voor de spoedeisende hulp van het AZP en de niersteenverkruiser voor de afdeling urologie van het AZP. Hele belangrijke investeringen die gaan helpen om de gezondheidszorg om die of op peil te houden of om dat peil te vergroten. Die besluiten zijn genomen, de financiering is veiliggesteld, de projecten zijn er. Dus de gezondheidszorg kan op korte termijn uitkijken naar de verbeteringen op deze punten. De vierde hoofdlijn is, en dat is het, in termen van geld het grootste besluit dat vandaag genomen is, heeft te maken met het Sino-Hydro-project. Projecten voor de energievoorziening in
heel veel dorpen in het binnenland. Dit heeft een hele lange voorbereiding gehad. Dit project heeft een paar momenten van pech gehad, want de financiering was er rond met India. En het is, er is door die schuldherschikking is daar een kink in de kabel gekomen. Het is buiten de schuld van iedereen om heeft dit vertraging opgelopen. Er is besloten nu, en het geld is voor vrij gemaakt en veilig gesteld, dat dit project voortgang vindt. Dat besluit is vandaag op de FVM ook genomen. Dus het is ook goed nieuws voor alle bewoners, vooral in het bijzonder in het binnenland, als het gaat om hun energievoorziening. En de laatste hoofdlijn heeft te maken met waar minister Onderwijs het al over had. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een hele uitgebreide rapportage gegeven, de directie was daar, van hoe groot de achterstand was in de afhandeling van personele stukken. De directie van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf aan dat in november 2021 zij met een achterstand van 38.500 personele stukken zaten die weggewerkt moesten worden. En dat daar met man en macht gewerkt is, daar zijn nu meer dan 28.500 van weggewerkt. Dus er is circa 9.500 tot 10.000 zijn over die nog ingelopen moeten worden. En ik moet zeggen dat de toon van de president vooral was, alsjeblieft alle aandacht eraan geven dat die achterstanden zoveel mogelijk en zo snel mogelijk ingelopen worden. Want het is het recht van de mensen dat hun zaken ook binnen de korte termijn, zo kort mogelijke termijn, afgewikkeld worden. Ik moet zeggen dat de collega-ministers daar heel veel inbreng in hebben gehad. In voorstellen, kan het niet makkelijker, kan het niet sneller, moet je niet ICT, komen de gelden van financiën altijd op tijd? Nee, soms niet. Daar zit ook achterstand in. Ik heb afgesproken met minister Brontes om Maharjo van we gaan praten om ervoor te zorgen dat de automatisering versneld rondkomt, zodat dat ook gaat gebeuren. Kunnen we, en op die manier is dus dat besef aanwezig dat het onderwerp wat u aansnijdt, waarom moeten mensen zo lang wachten, dat onderwerp zeer terecht is. Kunnen we het versnellen? En ik moet u zeggen dat de toon van de president nogmaals was, en dat werd ondersteund door de hele regering, wegwerken die achterstanden zo gewoon mogelijk en zorgen dat dat niet voorkomt. Eén collega-minister merkte daarop, het is eigenlijk ook, als die problemen zich opgestapeld hebben in tientallen jaren, we doen wat we kunnen, verwacht niet dat wat in tientallen jaren is opgebouwd aan problematiek, dat je ze in 2-3 jaren oplost. Maar je ziet wel dat Visa erin geslaagd is om hier een groot stuk vooruitgang in te realiseren. De vierde editie van het Nationaal Compliance Congres is op woensdag 19 juni van start gegaan. Dit congres, dat duurt tot 21 juni, wordt wederom georganiseerd door de TAPTO Groep NV in samenwerking met Delta Capita. Het NCC 2024 heeft als thema Risk-Based Approach, een risicogebaseerde aanpak. Dit houdt in dat landen, overheidsinstanties en de private sector inzicht moeten hebben in de risico's van witwassen, terrorismefinanciering, proliferatie en corruptie en zodanige maatregelen moeten toepassen om deze risico's te verminderen. Wij brengen u enkele fragmenten vanuit dit congres. Even mag inzoomen op versterking van anticorruptiewetgeving, compliance en transparantie. Dan moet ik toch even aangeven dat het heel groot van belang is dat binnen zulke programma's, binnen stabilisatieprogramma's, dat er zeker heel veel aandacht wordt besteed aan corruptie. Vanwege het feit dat vooral in kleine en opkomende economieën
Corruptie leidt tot enorme scheve inkomens- en welvaartsherverdeling vanwege oneerlijke concurrentie, onder andere van binnenlandse bedrijven, kleine bedrijven, maar ook vanwege het wegkanaliseren van middelen uit de sfeer van sociale zorg, uit de sfeer van duurzame ontwikkelingsbeleid met betrekking tot onder andere onderwijs en gezondheidszorg. En daarin is Suriname geen uitzondering. Al jaren zijn er vooral rond de verkiezingen heel wat heftige discussies over corruptie, handelen van een regering. Gedurende de afgelopen zittingsperiode. En er komt steeds weer naar boven kijken dat er zaken fout gaan die een hele grote impact hebben op die economie, op die samenleving. Maar die bij opeenvolgende regeringen niet worden aangepakt. Daarnaast hebben meerdere studies ook uitgewezen hoe corruptie leidt tot afname van investeringen, politieke instabiliteit, verzwakking van instituten en uiteindelijk vaak een rem zijn op economische groei als u naar al deze zaken kijkt. We hebben als thema dit seminar gekozen voor de risk-based approach, de risicogebaseerde benadering. En daar is het belangrijk om bij de uitkomsten van NRA 1.0 te kijken, wat uiteindelijk, dat we het niet vergeten, de basis is van waaruit we zijn begonnen. Dit is de uitkomst geweest van NRA 1.0, waarbij u in het midden kunt zien, 0 staat voor heel laag en 1 staat voor heel hoog. De banken scoorden een 0.6, medium risico, er wordt over risico's gesproken. Money transfer companies 0.6 en dat waren eigenlijk onze beste scores. Daarna gaat het verder bergafwaarts. Als we kijken naar de cambio's, de trust companies, de accountants, de advocaten, de notarissen, vastgoedorganisaties. Vandaag heeft David nog een masterclass verzorgen over stichtingen en zakelijk vastgoed, wat op dit moment een groot risico is. Verzekeringsmaatschappijen. Binnenkort zullen we waarschijnlijk ook een wet toezichtverzekeringswezen krijgen. Gaan we meer op de toezicht richten. Maar we praten ook over de kaartdealers, pensioenfondsen. En onder zien we staan de casino's en de dealers in precious metals als hoog risico. Vanuit deze achterstand moeten we uiteindelijk terugkomen. En zoals de heer Valdis aangaf, NRA 1.0 is mede gefinancierd door Amerika. En momenteel is er een NRA 2.0 gaande. Die wordt uitgevoerd door het adviesbureau Kroll. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.